Zogenaamde waarzegster. Je ziet haar hier druk bezig met Year's Day. Het All Together Now in het Hof van de Waarheid, de Bolland. Want dat mag ik wel zeggen naast Sandra Remer. Hallo, mag ik jullie eventjes storen? Jullie zijn al wel lijntjes aan het uitstippelen, maar we zijn met een soort van televisieprogramma bezig. De waarzegger. We hebben haar ingehuurd. Haar naam is Zara. Wonderbaar. En zij gaat alles vertellen over de toekomst, tenminste als de bol een beetje meewerkt, over de toekomst van Sandra Remer. Sandra, je hebt een redelijk succesvol jaar achter de rug, hoop ik. Ja, ik mag niet klagen. Ik heb 5 maanden, bijna wekelijks op tv ben ik bezig geweest en ik heb een plaat gemaakt waar ik gelukkig wat succes mee heb. Dus ik hoop dat het door mag gaan. Nou, de toekomst wordt uitgewezen door deze bol. Heel interessant het zullen, hè? Zie je dat? Zie jij wat? Ik zie nog helemaal niks, maar ik ben er ook niet zo in gespecialiseerd, Sandra. We moeten maar samen eventjes kijken. Ja, ik zie hier dat Sandra een gigantisch record gaat vestigen. Ze gaat 14 keer in Carré staan. En wel voor een overvol Carré. En ik zie hier dat in het achtergrondkoor Jodie Pijper samen met Vanessa staat. Verder voel ik nog, ik zie hier dat Job van de Ende in de zaal zal zitten en hij ziet er zeer enthousiast uit. En ik geloof, ja, ik weet het zeker, dat hij zal proberen Sandra naar Amerika te krijgen. Erger nog, ik zie hier dat het er lukt ook, want ik zie hier als de grote winnares van de Showmasters, Amerikaanse versies. Ze zal waanzinnig beroemd worden in Amerika. En verder voel ik hier ook dat ze weer mee zal gaan doen aan het Songfestival. Nee, toch? En in een zeer verrassende plaats zal eindigen. Ik zal het toch maar proberen als ik jou is, want het voelt goed, het ziet er goed uit. Verder, als laatste zie ik er nog dat ze een duet zal gaan zingen. En ik zal even kijken met wie dat zal zijn. Ik zie een grote man. Nee, het is René Vroger. Ik voel dat het René Vroger is, ik weet het zeker. Het ziet er heel rooskleurig uit voor je, Sandra. Nou, Sandra, wat vind je ervan? Ja, ik laat het me op me afkomen. Volgens mij klopt het allemaal niet, maar goed. Ja, het is een hele betrouwbare dit, hoor. Ja, het klinkt goed, maar daarom geloof ik het niet. Het klinkt te goed. We zitten gewoon in het hol van de waarzegster, waar heden en toekomst elkaar kruisen. Jeroen van Inkel die gaat ook een soort van toekomst voorspellen, alhoewel het niet zo knap is, want het gaat om aanstaande vrijdag. De Nederlandse top 40, hoe ziet die er dan uit, Jeroen? Dat is de eerste countdown in het nieuwe jaar.